PAHO geeft steun voor internationale conferentie over hennepteelt. Dr. Gitadis Djibre, de Pan American Health Organization vertegenwoordiger in Suriname, heeft toegezegd om het ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen in het houden van een internationale conferentie over hennepteelt. Minister Antoine Elias bracht samen met Boy Guardiola, voorzitter van het Nationaal Advies- en Monitoringsorgaan Wetenschappelijk Onderzoek Hennepteelt, woensdag een bezoek aan het PAHO-topman. Hennepteelt voor industriële doeleinden is wereldwijd in opmars. Deze industrie kan ook grote voordelen hebben voor de Surinaamse economie. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.